Mijn boek Ongedefinieerd Religieus is een boek voor atheïsten. Als je atheïst bent, dan ben je natuurlijk iets niet. Je gelooft niet in God. En sinds de filosofie van Nietzsche wordt er veel nagedacht over wat het precies betekent om niet meer te geloven in God. Wat raak je kwijt? Wat win je ermee? Wat betekent de dood van God? En er zijn er een aantal hedendaagse filosofen die zeggen, weet je wat je als atheïst eigenlijk nodig hebt? Een goed verhaal om je aan te spiegelen. En paradoxaal genoeg komen ze dan uit bij het christelijke verhaal. Waarom? Omdat het christelijke verhaal een verhaal vertelt van een God die sterft. Wil je weten wat het is om echt atheïst te zijn, zegt de filosoof Slavoj Žižek, lees dan nog eens het verhaal van God die sterft aan een kruis. En ontdek wat het betekent om niet meer in God te geloven. Maar ontdek ook dat God daar aan het kruis, misschien voor een klein moment, zelf atheïst werd. In mijn boek Ongedefinieerd Religieus werk ik dit idee van de christelijke atheïst Slavoj Žižek verder uit. Kijk op www.ongedefinieerdreligieus.nl voor meer informatie.